video ga ik jullie uitleggen hoe je nou GTA 5 kan installeren. Ja, als eerst wil ik jullie bedanken voor de massale support, want we zitten momenteel in de 8K views al, wat best insane is. Kunnen we dat ook halen in deze uitlegvideo? Ik ga jullie nu uitleggen hoe je GTA 5 installeert. Nou, wat je hiervoor eerst nodig hebt is namelijk Steam. Nou, je opent Google Chrome. Dan schrijf ik even naar het juiste beeldscherm. Typ je linksboven in steam.com. I guess. Even kijken. Nee, denk ik niet. Nou, dan typ je gewoon in Steam. Zo. Dan ga je meestal naar het dinges. Wanneer dat ook weer naar de Steam pagina. Of steam.nl. Gaan we even kijken. Nee. Steam. Nou, weet je, je zoekt gewoon Steam op. En dan welkom to Steam. En dan klik je hier linksboven install. Nou, ik heb het al geïnstalleerd, maar ik ga het even één keer laten zien hoe je het downloadt. Klik je opslaan. En dan klik je hier linksonder Steam Setup XE. En dan krijg je zo'n pop-up van ja, nee. Wilt u toestaan dat deze app wijzigingen aan uw apparaat aanbrengt? Klik je op ja. En dan klik je hier volgens op volgende. Nederlands. En dan zoek je de juiste C-schijf in. En dan kan je hem alvast al installeren. Nou, ik heb het al gedaan. Ik ga het niet doen. Nadat je Steam hebt geïnstalleerd. Je kan ook natuurlijk GTA 5 op Epic Games gebruiken. Maar ik vind Steam zelf handiger. Nou, je start daarna Steam op. En dan moet je het even doen. Dan zie ik jullie als ik Steam heb op. Nou, zodra je Steam hebt opgestart, krijg je meestal dit te zien. Meestal moet je inloggen, et cetera. Maar ik ben automatisch al ingelogd. Dus dat hoef ik niet. Dan tik je in Grand Theft Auto. Dan zie je hem meestal. Nu kost hij €29,98. Als ik het goed heb. Dan voer je random datum in. Klik je View Page. En dan even kijken. Ja, dan hoor je meestal hier ook. Kan je GTA 5 kopen. En als je dat hebt gedaan. Klik je gewoon op download, et cetera. En dan heb je hem eigenlijk al geïnstalleerd. En dan kan je gewoon lekker GTA 5. En wil jij nou niet die alle missies gaan doen? Nou, dan raad ik je even aan om je Google Chrome openen. Typ je in GTA 5 mods. Dan zoek je op, even kijken. Profiel save. Als ik het heb, nee. Wacht even, zoekbalk. Profiel save GTA 5. 100% game save. De linkje daarvan staat in de beschrijving. Als je nou geen zin in hebt om de hele missie uit te spelen, kan je deze mod downloaden. Klik hier. Download. Nog een keer download. Ik ga het even voor jullie laten zien hoe het moet. Opslaan. Open het. En dan volg je eigenlijk gewoon dit kladblokje. Ga je naar Navigate to Documents, Rockstar, Games, GTA, Profiles, Your Profile. En dan kopieer je deze twee in de mapje. Nou, ik ga jullie laten zien hoe het eruit ziet in GTA 5. Dus ik zie jullie zo meteen in game. Tot zo. We'll be right back.
En dan heb je meestal je GTA 5 niet geïnstalleerd. Ja, dit is eigenlijk hoe je GTA 5 speelt. En ja, laat ook even zeker weten in de reacties wat jullie vinden. Of jullie me duidelijk moeten horen of niet. Want het is wel belangrijk om mijn namelijk goed te kunnen verstaan, et cetera. En laat ook zeker even weten in de reacties wat je vond van deze tutorial. Of ik het goed heb uitgelegd. Of ik het goed heb uitgelegd of niet. En dan, ja, zo installeer je eigenlijk nou GTA 5. Ja, voor Steam. Ik zie trouwens ook verder dat ik echt niet zoveel zijn. En dan moet je ook spelen. Ja, dan staat het naar af dat ook een park. Zo. Hoppa. Zo. Nou, boys. Even kijken. Dit was de video. Vond je deze video dan leuk? Vergeet als ik een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet hieronder niet te abonneren op deze YouTube kanaal. Heb je nog tutorial ideeën? Laat het zeker weten in de reacties. Kunnen we deze video nu ook pushen naar de 4K views? Zullen we het halen? En 50 likes misschien. En ja, ik zie jullie bij weer een volgende uitleg of eventueel een GTA video. Lapters. Just give a nigga nose rings. Skip to my loo with the pack and the cat. Jiffy, loo with the bricks, where they at? Drippin', ooze, the paddock all wet. Birds in the truck, they ain't leaving out the nest.